Ik heb ook die petjes gezien die, die ze voor jou hadden gemaakt. Die boemerpetten. Boomer, petten Ja, maar ik ben dat. Laat ik het nog eens een keer uitleggen. Ik heb het al honderdduizend keer uitgelegd. Ik ben geen boomer. Boemers zijn mensen die geboren zijn. Negen maanden nadat de Duitsers ons land. vanwege de bezetting verlaten hadden. En mensen waren daar zo optimistisch over gestemd. dat dat gebeurd was. Dat de boemers. dat kun je precies uitrekenen. Negen maanden na mei 1945. Niet waar beginnen de boemers geboren te worden? We hebben natuurlijk het zuiden is een half jaar eerder bevrijd dan het noorden. Maar ik sla dat als complicerende factor even over. Maar er, boemers zijn dus mensen die, laten we zeggen, vanaf het voorjaar van 1946 zijn geboren. Tot aan welk jaar? Nou, Nederland heeft een heel merkwaardige ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb ook al begrepen dat demografen zich daar echt, echt serieus over op de schedel gekrapt hebben, namelijk dat wij eh, een kleine twintig jaar een geboortepatroon hadden wat deed denken aan Guatemala of of andere. Uh, laten we zeggen, derde wereldlanden waar ze zichzelf op een ongekend succesvolle wijze weten voor te planten. Uh, en dat was natuurlijk voor een, een, een ja, traditioneel West-Europees land wel een vrij wonderlijke onderneming. Want de meeste landen hebben helemaal geen, geen babyboom gehad. Amerika heeft een babyboom gehad. Ik meen, Ierland heeft een babyboom gehad, omdat de kerk daar altijd voor een babyboom zorgde. Uh, en Nederland. En dat is doorgelopen, ik denk. Tot eind jaren 60 En dan zie je ook ineens hoe het, hoe het geboortecijfer klal naar beneden zakt. Dat zal te maken hebben met de pil, natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Dat zal te maken hebben met de stijging van topleidingsniveau. Dat heeft altijd als gevolg dat vrouwen dus niet meer voortdurend zwanger worden. Omdat ze ook beginnen te begrijpen hoe het weer in elkaar zit. Dat speelt een rol in stijgende welvaart. Als je een eind wil maken aan hoge geboortecijfers. Patentmiddel is later wel waard van ja, je, je ziet zijn. dat in China, hè? Ja, dan het meteen. Maar ja, daar waren ze zo gewend, aan die één kind. Politiek dat nu de regering iets anders wil, dat het heel moeilijk is. Ik begrijp dat het, je mag nu zelfs drie kinderen krijgen, maar dat, 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 de, dat de meeste Chinezen daar helemaal geen zin in hebben. Die willen genieten van hun autootje, hun elektrische fiets, een flatscreen. Nou ja, al die, al die handel. Niet waar, die met de welvaart over ons komt. Ja, maar hoe heet jij dan als je geen boemer bent? Wat is dan de definitie? Ja, daar is een term voor die generatie. Dat is jaren dertig en de oorlogsjaren natuurlijk. En het is niet de verloren generatie, maar het is ook de stille generatie. Zoiets is het. Okay. Het, is, het is een, een treurig troepje. Dat komt. Ah, dat wil dus in. natuurlijk niet op dat petje zetten. Ja, vooral natuurlijk omdat die jaarcohorten in de jaren dertig, het aantal kinderen wat per, per jaar geboren werd ontzettend klein was. Ik ben van 43, dat is ook een heel klein jaarcohort. Maar, maar in de jaren 30 zijn er wel jaarcohorten geweest die nog kleiner waren. Als je dan ziet, waar die expansie van onze bevolking na 45, die is echt ronduit gigantisch. Want daar kunnen we nog wel wat lollige cijfers voor geven. Ik weet niet of we dat al eens eerder hebben gedaan. In 45, toen de Duitsers vertrokken waren, had Nederland 9 miljoen inwoners. Mag jij raden hoeveel inwoners België had in 45 ja, daar zal nu een, een truc achter Dat zullen er ook 9 miljoen zijn geweest. Nou, dat is wel. Je moet er niet te lang over nadenken. Dat is wel duidelijk. België had toen 10 miljoen inwoners. Ja. Nu is mijn vraag: hoeveel inwoners heeft Nederland op dit moment? Dat nou, zijn er meer dan 17 miljoen. Ja, op weg. we zijn op weg naar de 18. Ja. En die 18 die gaan we ook wel halen. Dat voel je wel aan je water. Maar nu is mijn tweede vraag, hier in dit verband. Hoeveel inwoners heeft België tegenwoordig? Ik denk dat dat minder hard gegroeid is. Dat, dat is. dat is een heel voorzichtig antwoord. Ja. Studenten zijn er ook altijd goed in dat soort van antwoorden. Ja. Ja, is er een kans dat morgen de zon opkomt? Ja, ik denk het wel. Zo <laughs> dat, dat werk. België heeft nu, als ik het wel heb, 11 miljoen inwoners. Ja, het is hetzelfde wat je in Duitsland ziet. België is nauwelijks gegroeid. Nee. Terwijl wij onze bevolking praktisch verdubbeld hebben. in hetzelfde tijds, tijdspannen. Dat is natuurlijk toch een hele opmerkelijke zaak. Hoe kan dat? Omdat wij ons als de konijnen hebben voortgeplant tussen 1946 en 1968 of zo. En nu groeien we. Als, als er geen immigratie in Nederland zou zijn, zou de bevolking gaan krimpen. Niet spectaculair, maar wel iets. We hebben ook relatief de jongste bevolking van de meeste West-Europese staten. We hebben ook het minste AOW'ers. Nou, enzovoort. Maar de Belgen die doen dus niks. Die liggen s'avonds in bed naast elkaar en die kijken tv. Ja, die had toch niet anders verwacht van die Belgen? Of, of, ja, eh, ja, ik dacht die kunnen er ook niet. Die... verder nog enige groei, want de bel heeft natuurlijk ook heel wat immigranten verwerkt. Ja, maar die lust dus ook wel vanaf van De enige, ja. enige groei die komt is dus van de, van de immigrant. En je hebt natuurlijk tal van landen die afgeprobeerd hebben om, om de bevolkingsgroei te stimuleren. maar als ze niet willen, dan, dan krijg je dat voor je leven niet voor elkaar. Oké, okay, dus de Belgen maken in, minder in kinderen. In Oostenrijk krijg je geloof ik een jaar vrij als je een kind krijgt. En je krijgt de ene subsidie na de andere, maar echt van ho ho, wat groeit de bevolking. Nee. Nou ja, Duitsland is een goed voorbeeld. Duitsland had in 45, 80 miljoen inwoners. 6 miljoen mensen meer nog verloren in de Tweede Wereldoorlog, soldaten en burgers. Maar hij heeft nog steeds 80 miljoen inwoners. Ja. Maar, maar toch opvallend, dat het toch, want er zoveel verschil, zit er toch niet tussen die landen? Wat nee, is je zou het... zeggen, dat is heel interessant, dus je moet eigenlijk uitzoeken hoe, hoe, waarom wij zo'n zonderlinge uitzonderingspositie innemen. En dat zou je dus misschien vergelijkende wijze comparatief kunnen bestuderen met de Verenigde Staten. Ik heb geen idee. Misschien wordt er ook door demografen geluisterd naar deze uitzonderlijk interessante podcast. En misschien, kunnen die daar eens een, 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 misschien zijn er wel antwoorden waardoor we weten hoe het zit. En hoe is het in de Verenigde Staten? Hetzelfde patroon. Dus de, na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk dat begint in de Verenigde Staten veel eerder. Omdat, hoe paradoxaal dit ook mogen klinken, de, de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een immense zegen was voor de Verenigde Staten. Want die hele werkloosheid van de jaren 30, die hele treurigheid van de jaren 30, is in, in, in anderhalf jaar is dat verdwenen. En, en er ontstaat een heel gespannen arbeidsmarkt, waardoor ook grote hoeveelheden vrouwen zijn gaan werken. In de Verenigde Staten heel interessant, over, daar is ook wel over gepubliceerd, dat de lui in, in fabrieken waar gecompliceerde dingen werden gemaakt, een enorme voorkeur hadden voor vrouwelijke werknemers. Mannen hebben altijd een grote bek, zijn slordig, hebben gisteren te veel gezopen, gaan de helft van de tijd naar de wc. Ja, ja, echt waar. Vrouwen zijn hele nauwkeurige werkers, zijn wij zijn eh, gedisciplineerde werken, ze hebben geen grote bek. Eh, kortom, eh, lees het maar over die voorlieden in die, die spiksplint, de nieuwe Californische vliegtuigfabrieken. Vrouwen tip top. Precies hetzelfde patroon als studenten aan universiteiten. Vrouwen tip top. Ja, de mannen mogen wel uitkijken dat ze niet echt buitenom gepasseerd worden eh, door. Eh, door mensen die in feite beter, gedisciplineerder en nauwkeuriger werken dan zij. Eh, kan het niet zijn dat er hier minder mensen doodgaan ook? Dat dat een rol speelt? Nou, wij worden alsmaar ouder, dat is waar. Een van de meest verrassende ontwikkelingen in Nederland is dat mannen bijvoorbeeld. de levensverwachting van mannen nog de afgelopen twintig jaar. vrij spectaculair gestegen is. Wel met kwalen. Daar eh, ben ik zelf ook een goed voorbeeld van natuurlijk. Met kwalen. Maar uh, ja, die is fors toegenomen. Dat is ook voor verzekeringsbedrijven ja. en zo. Dat kan echt fors schelen. Ja, voor de pensioner. Ik denk dat mijn geboortecohort. toen van 43. een levensverwachting had. bij geboorte. Nou, van 71, misschien 72. En mannen naderen nu qua levensverwachting. Uh, de 80. Vrouwen zitten daar al overheen. omdat vrouwen altijd. een paar jaar ouder worden dan mannen. Overigens ook met kwalen, maar goed. Uh, Vrouwen hebben, vrouwen hebben volgens mij in Nederland een levensverwachting bij geboorte van 83, misschien al wel 84, dat weet ik niet. Het interessante van de autochtone Nederlanders is dat zij zich niet meer voortplanten. Ze hebben dus die immense spurt van de boom, hebben ze, de babyboomers hebben ze gemaakt. Dat moet wat geweest zijn, hè, dat die Zo'n echtpaar, s'avonds aan tafel. Ja, tv was er nog niet. Misschien hadden ze geen geld voor de radio. Dus er was maar één vorm van ontspanning. En de babyboom was dat, bij wijze van spreken. Maar ja. nou, in de coronatijd hebben we ook een klein babyboompje gezien. Ja, dat is, je ziet ook bijvoorbeeld ook altijd een kleine babyboom als de elektriciteit uitvalt. Er zijn die fameuze brownouts in de stad New York. En van die. Allemaal even slecht georganiseerd, maar goed. Eh, en dat leidt onmiddellijk tot. Ja. negen maanden later, leidt dat tot een geboorte. Maar dan weet uh, Xi Jinping wat hij moet doen? Hij moet de stroom even uitzetten daar. Ja, dat zou die. Uh, dat is denk ik voor de productiekracht oh, ja. uh, van de Chinese economie niet zo'n gigantisch goed idee. Uh, ja, een autochtone Nederlanders krijgen per relatie nog. 1,6 kind. Voor vervanging heb je al 2.2 nodig, omdat er natuurlijk relaties zijn die onvruchtbaar zijn of nou ja, weet ik veel wat. Ja, je moet er 2.2 krijgen, wil je het, wil het een beetje. Ja.